Welkom bij de liefdesbrief van deze week. Het is de week van 8 augustus en vandaag is ook het Leeuwenpoort, een energie van de Leeuwenportaal, Leeuwenpoortportaal geopend. En het is een hele magische, mooie, interessante, maar vooral ook krachtige energie. Dus ik raad je aan om, als je nog zaken wil manifesteren, om vandaag gebruik te maken van deze energie. Vanavond vindt mijn eerste sessie plaats van over de Divine Feminine Energy. Het is een hele mooie sessie waar ik naar uitkijk en super tof als ik je vanavond zie. Daarnaast heb ik besloten om deze reading ook op YouTube te uploaden, zodat iedereen hem kan bekijken, want normaliter zou ik hem dus op mijn website plaatsen, bij de liefdesbrief. Deze week heb ik ook besloten om geen geschreven liefdesbrief te doen, maar deze video, omdat het Leeuwenpoort energieportaal vind ik gewoon een hele bijzondere. Dus daar hoort wel even iets speciaals bij. Als je deze reading wilt liken op YouTube, stel ik zeer op prijs. En ik hoop dat er iets moois voor je bij zit en dat het met je resoneert. Ik ga eerst even kijken naar deze week en daarna doe ik nog een korte legging op de volle maan van vrijdag aanstaande. Alright, goed. Oh ja, en als je mijn liefdesbrieven, als je dat interessant vindt, elke week staan ze dus op mijn website, de geschreven liefdesbrieven. Soms doe ik er dus nu een reading bij, een video reading bij. En als je abonneert op mijn gratis tribe van Lieverts, dan ontvang je altijd als eerste de link naar de liefdesbrieven om ze te lezen. En daarnaast trek ik ook elke week voor jou persoonlijk een kaartje met een persoonlijke reading. Dus ontvang je ook daarnaast nog elke week een reading. Alright, ik heb net als bij de persoonlijke readings voor deze week van mijn mooie zielen, Beautiful Souls, de babes van de tribe van Lieverts, heb ik een kaart getrokken. De wijsheid van het universum. En ik vind dit deck moet je altijd gewoon de omschrijving aanhouden. En dat ga ik ook doen. Dus ik ga als eerste een omschrijving voorlezen. En dit is de kaart die staat voor Leeuwenpoort vandaag. De aardse veranderingen. Ja, dat is de kaart die we meenemen naar de Leeuwenpoort of vanuit de Leeuwenpoort. Vanuit deze energie. Deze krachtige energie die de komende maand tot en volgend jaar actief is, ja? Dus we krijgen allemaal upgrades vandaag, al deze dagen eigenlijk. Vanaf 26 juli is het proces al in gang gezet. En het loopt door tot ongeveer 12 augustus. En dat is dus de volle maan in Waterman. Oké, aardse veranderingen ga ik even voorlezen. Nu we begonnen zijn aan een nieuw millennium. Nou, letterlijk, hè, want vandaag is ook weer een nieuw leven wat plaatsvindt met de Leeuwenpoort. Dus nogmaals, nu we begonnen zijn aan een nieuw millennium, veranderen de energieën die onze aarde de laatste 2000 jaar hebben beïnvloed. En er komen nieuwe energieën tevoorschijn. Het tijdperk van vissen is voorbij en de nieuwe Waterman-cyclus is begonnen. Onder invloed van Waterman begint de manier waarop we denken en voelen te veranderen. De manier waarop we het leven ervaren verandert al en dat zal doorgaan. Op dit moment daalt een enorme infusie van liefde neer op aarde en welt op uit het hart van de aarde. Net zoals liefde op u neerdaalt en opwelt vanuit uw eigen hart. Deze stroom van liefde verandert uw inzicht in het leven en heeft invloed op de hele mensheid. U wordt gevraagd niet bang te zijn voor veranderingen die op dit moment misschien gaande zijn in uw leven. Want alles gebeurt in overeenstemming met het goddelijke plan. De huidige gebeurtenissen plaveien de weg naar een mooie toekomst. Wees positief over de toekomst en wees er klaar voor. Als u zich af en toe verward of angstig voelt, denk er dan aan dat dit onderdeel is van het veranderingsproces. Laat alles waar u niets meer aan hebt los. Begraaf alles wat overblijft in uw hart, zodat het kan genezen. Daardoor maakt u ruimte voor nieuwe en prachtige ideeën die u in staat zullen stellen om een nabije gouden eeuw in uw leven volledig te omarmen. Nou, wat een prachtige kaart. Voor de mensen die het niet kennen of niet weten, ik schrijf dus elke week een liefdesbrief. Dat is de energieupdate speciaal voor de tweelingzielen. En omdat het vandaag Leeuwenpoort is met de energieportaal, heb ik een kaart getrokken over de aardse veranderingen. Wat gaat over de veranderingen die plaatsvinden op dit moment in het Waterman-tijd. Daarnaast zegt deze kaart dat er een enorme infusie van liefde neerdaalt op de aarde. En daarnaast ook vanuit het hart van de aarde. En al deze dagen, al deze afgelopen 2 weken ongeveer, misschien langer,
komt hartchakra energie constant in mijn visie, in mijn energy field, op allerlei manieren. En ik denk namelijk nu te weten waarom. Dit portaal vandaag gaat ons helpen om ons hartchakra, ons hartenergie nog meer te vergroten. Voor degenen die echt geraakt zijn in de tweelingzielenconnectie, die heel veel verdriet hebben, die misschien spijt hebben, die niet samen kunnen zijn met hun tweelingziel, terwijl je hier enorm naar verlangt, dat deze mooie energie van dit portaal, van het Leeuwenpoort, dat die je hart gaat zuiveren, reinigen en upgraden. En dat je nog meer leert om nog meer van jezelf te houden. Om nog meer zelfliefde voor jezelf te hebben. Om nog meer jezelf eigenlijk compleet te voelen. Hè? Tuurlijk mag je verlangen naar iets of iemand. Maar het mag niet ten koste gaan van je eigen waarde. Van jezelf, van je zijn. Voor de mensen die wel in union zijn in 3D. En die strubbelingen ervaren. Dan gaat dit portaal je helpen. Ook om weer nog meer je hart te openen. Zodat beide partijen wat minder vanuit ego gaan handelen. Maar meer gedreven worden door hun ziel. En voor degene zoals ik die in 3D in union zijn. En waarbij het wel lekker soepel, ontspannen, liefdevol verloopt. Merendeel van de tijd, laat ik het daarop houden. Daarbij worden jullie harten nog meer herenigd, nog sterker op elkaar afgestemd door het energieportaal wat vandaag is geopend. Dus ja, wauw, weer hartchakra. Ik ga eens even kijken wat hier allemaal op tafel ligt, want ik heb de kaarten getrokken, maar ik heb er nog niet naar gekeken. Ik voel dat ik eerst met de kleine hartjes moet beginnen. En dit zijn boodschappen van je tweelingziel of voor jou, of in ieder geval energie-updates voor deze week. Er komt heel veel liefde op je pad. Laat haar toe. Liefde in overvloed. Nou ja, dat is wel grappig. Het is trouwens dezelfde maker hoor, vandaar. Het is toch heel mooi dat ik twee dezelfde kaarten trek. Dat noemen ze gewoon synchroniciteit. Dus er zit echt wel een hele mooie boodschap in voor jullie allemaal als het gaat om die hartchakra. Kijk voor jezelf wat je daarmee kunt doen, wil doen. Als je daar wat verder mee wil doorgaan, als je daar echt gewoon concreet iets op wil doen, neem contact voor mij op, of met mij op, neem contact met me op voor een chakra cleansing, een 1-op-1 chakra cleansing. Als je liever elke maand een cleansing wil ontvangen, een collectieve cleansing, dan kun je aanmelden voor mijn membership. Ja, de Moon Magic Soul Flow membership. Waarbij je elke maand twee nieuwe cleansings ontvangt. Okay? Deze maand staat in het teken van innerlijk kind. En die andere was de Aura Cleansing. Met een liefdes, dus een love activation. En als je kiest voor Diamond Membership. Dat is mijn premium membership. Dan ga ik het aankomende vrijdag op de volle maan ook nog eens een keer hebben over zielscontracten. Elke maand heb ik een thema waar ik coaching en training op geef. Dus dan kun je daarvoor aanmelden. En daar krijg je dus ook een bonus cleansing bij. Om meer geld in je leven te kunnen manifesteren. Oké, dus er komt heel veel liefde op je pad. Laat haar toe. Dat is de boodschap voor vandaag. Voor deze week ook. Er komt heel veel liefde op je pad. Laat haar toe. De tweede boodschap is koester je relatie. Heilige eenwording. Dus als je deze week moeite hebt met in union zijn met je tweelingziel. Koester je relatie. Kijk naar waar je nog meer vanuit liefde mag reageren in plaats van het ego. Als je niet in union bent, dan is het dus de relatie die je hebt met jezelf. Heilige eenwording met jezelf. Okay? Derde kaart is mysterie. Op de juiste tijd zal alles aan je geopenbaard worden. Laat mysterie zich in alle rust ontwikkelen. Misschien ga je deze week eigenlijk gedreven worden, ook weer door ego, om van A tot Z tot in de puntjes te weten te komen van hoe iets in elkaar zit. Of jouw tweelingziel is op zoek naar antwoorden deze week. En waardoor hij of zij op onderzoek uitgaat en ergens tegenaan loopt. Van wie gaat mij antwoorden geven of deze connectie echt is? Wie kan mij antwoorden geven over deze connectie? Dus ik denk dat jij of je tweelingziel nog meer gaan graven en op zoek gaan deze week of door de energie van het Leeuwenpoort, waardoor je tegen zaken aan gaat lopen waar je geen antwoord op krijgt. En dan is het de kunst om in overgave te gaan. En want op de juiste tijd zal alles geopenbaard worden.
Als je niet in union bent, is dit de boodschap van je tweelingziel. De tweelingziel denkt op dit moment heel veel aan jou en hij of zij houdt van jou. Als jullie wel in union zijn, dan is het ook een boodschap voor jou dat je tweelingziel constant met jou bezig is. Wat ik heel mooi vind is haar third eye, haar derde oog is hier gehighlight. En dat is dus de, en dat zeg ik ook in de masterclass van tweelingziel, heb ik daarover gesproken. Dat is dus de telepathisch contact wat je hebt met je tweelingziel. En alleen met je tweelingziel heb je het ook zo sterk. En jullie zitten constant, hè, dus ook al zou je denken van, goh, joh, hij of zij denkt niet aan mij. Jullie zitten constant in elkaars energy. Dus dat betekent ook dat jullie constant met elkaar bezig zijn. Hè, in je achterhoofd, zeg ik altijd, of op de achtergrond, is je twin altijd aanwezig. Oké? Dus bij alles wat je doet, is hij of zij aanwezig. En via telepathisch contact houden jullie gewoon dat lijntje open. Dus het maakt niet uit waar hij of zij is. Er is altijd een verbinding. Het verhoorde gebed, je gebed zal worden verhoord. Nou, ik weet niet waar je om hebt gevraagd, maar je gebed zal worden verhoord. Dat is het antwoord op je vraag voor iemand die, of de personen die specifiek iets hebben gevraagd aan het universum. Oké? Ik ga eens even kijken wat hier nog meer ligt. Ik heb heel veel weegschaalkaarten getrokken. Ik weet niet of dat mijn eigen energie is, omdat ik zelf weegschaal ben. Daarnaast is weegschaal gaat natuurlijk, lijkt me ook logisch, want weegschaal gaat over relaties. Dat is het sterrenbeeld wat gaat over de relaties, of het zevende huis, het huis van de relaties. Weegschaal gaat ook over balans. Daarnaast is weegschaal ook nog eens een keer een luchtteken. En het element lucht is gekoppeld aan het hartchakra. Dus hartchakra wordt weer enorm vertegenwoordigd hier. Goed, misschien heb je te maken met een boogschutter of een weegschaal. Of je bent zelf een weegschaal. Schorpioen ligt hier. En tweelingen ligt hier. Hoeft niet zo te zijn, hè? Maar ik noem even de sterrenbeelden op die ik hier zie liggen. Het is heel belangrijk dat je deze week dankbaarheid have an attitude of gratitude. Dus aan dankbaarheid doet. Oké? Want dat verandert je energie. Vooral als je in een lage energy komt deze week. Met je twin of alleen of door de connectie of dingen die uit het verleden zijn gebeurd. Of je maakt je druk over de toekomst. Wees dankbaar voor wat je nu al hebt. En wees dankbaar voor hetgeen wat je graag zou willen hebben. Want je gebeden zijn verhoord of worden verhoord. Goed? Weet ook dat hij of zij van je houdt, ook al hebben jullie geen contact, ook al voel je elkaar eventjes niet, of je zit in union en het loopt helemaal niet goed tussen jullie. Weet dat hij of zij van je houdt en dat andere mensen ook van je houden. Ik zeg altijd van liefde kun je niet eten. Dus voor mij is er altijd wel iets meer nodig dan alleen maar liefde. En dat is dat de persoon wil investeren in een gezonde connectie. Als je dus in 3D bent en het loopt totaal op dit moment niet zoals je dat wenst. De tweelingziele connectie, wat heel vervelend is zodra je eenmaal het is een soort van kettingreactie wat je dan krijgt. Zodra je bijvoorbeeld in een met elkaar clasht. Als je er niet voor waakt, dan zit je echt in zo'n hele vervelende vibe. En daar kan je heel snel in raken. En zo snel dat je eruit kan raken, en zo snel kan je erin raken. Omdat de energieën zijn gewoon zo intens en zo magnetic, magnetisch. Dus je trekt elkaar aan of vanuit de positieve polariteit pol eigenlijk. Energiepol, niet polariteit, energiepol. Of je trekt elkaar vanuit een negatieve pol, trek je elkaar aan. Dus houd daar even rekening mee. Daarnaast is het belangrijk deze week om ook weer harmonie en balans tussen gevoelens en ratio, wat hier ligt, in alles wat je eigenlijk doet. Op tijd slapen, voldoende rusten, voldoende sporten, gezond eten, want nogmaals, tweelingzielenconnectie is topsport. En het kan zijn dat de energie van de volle maan in combinatie met Leopard jou uit balans haalt of je kan je moe voelen. Weet je, er ligt hier voor jou een uitnodiging om beter voor jezelf te zorgen. En dat komt ook weer de connectie ten goede. Want hoe meer en hoe sterker jij in verbinding bent met jezelf, des te beter dat is voor de connectie. Make time for self-love. Hier ligt die weer. Heel belangrijk om deze week de dingen te doen voor jezelf. Waar jij je goed bij voelt. Waar jij je prettig bij voelt. En je hart open te houden. Het is heel belangrijk om je hart open te houden. Om te blijven investeren in die hartconnectie. Die je hebt met jezelf, maar ook hoe je in verbinding staat met je tweelingziel en de anderen. En andersom ook, voor je tweelingziel is het uitnodigen om deze week echt wel vanuit liefde te reageren, vanuit liefde er te zijn in de connectie en met jou te verbinden. Ja, hier ligt gewoon spanningen, frustraties, het ligt hier op de loer, of je zit er al middenin. En dan het beste wat je kunt doen
is teruggaan naar de basis, vooral focussen op jezelf, investeren in die zelfliefde, want de ander kan je niet veranderen, maar je kan wel veranderen hoe je met dingen omgaat, hoe je ermee zou willen omgaan. Een aantal van jullie gaan echt wel clashen met je tweelingziel, of jullie zijn al geclashed met jullie tweelingziel en die heeft hele vervelende dingen tegen jou gezegd, of jij tegen hem of haar. En dat doet gewoon zeer. En dat heeft je geraakt. En dat heeft je weer aan het denken gezet. Misschien is het niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar op een of andere manier is het nu wat extremer of harder binnengekomen dan de voorgaande keren. Wat te maken heeft met dat je je hart hebt gesloten omdat je niet weer gekwetst wil worden. Alleen het vervelende is wanneer je dat doet, dan komt alles nog 10 keer harder binnen dan wanneer je het openlaat en het door je heen laat stromen en weet van oké, er wordt van mij gehouden. Alleen hij of zij kiest er op dit moment, of als jij het zelf bent, kiest er op dit moment voor om mij juist te raken. Het is vanuit ego. En dan is het de vraag van oké, waar kies ik voor? Ja, dat is dus deze kaart ook. Even kijken, heb ik hier een kaart gezien wat erover gaat? Ja, Spiritual Warrior. Show your wise leader. Laat zien aan de ander van wat je wel wil en wat je niet wil. En wees ook bereid om gewoon je grenzen te trekken. En ja, daarvoor te gaan staan. Ja, want de ander heeft het soms nodig dat jij heel duidelijk bent in wat je wel of niet wil. En dat is hier power over difficulty. Reclaiming your power. Als jij je slachtoffer voelt, trouwens, het is heel mooi wat hier ligt, spiegelgetal 23, 32. Pas op het moment, ja, pas op het moment dat jij je kracht terugneemt, dus weer terugkomt in je kracht. Kun jij verder gaan met je missie als tweelingziel of als tweelingzielen? Hè, dus samen moeten jullie het overkomen. Maar ook de missie die je hebt afzonderlijk in het leven. Als je niet, hoe zeg je dat? Als je niet adresseert of zegt wat je voelt of iets je raakt, of wat het met je doet, et cetera. En je hebt zoiets van, nou ja, om de goede, lieve vrede te bewaren, doe ik niks, zeg ik niks. Daar leert de ander niet van. Dit heeft ook te maken met duidelijk zijn in jezelf, voor jezelf in wat je wilt. En want dat zorgt er ook weer voor dat je vorm gaat geven aan jouw mooie reis die je aan het maken bent op dit moment. Ja? Zodat je afgestemd bent op hetgeen wat voor jou de volgende stap is, de next level is en de next level wordt. Als je nu al niet voor jezelf helder hebt. In wat je wilt, en nee, hoe hoeft niet per se, maar in wat je wilt vooral, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om deze reis af te leggen. En in bepaalde situaties betekent het gewoon dat je eventjes een pauze mag nemen van de connectie, als het voor jou op dit moment te veel is om te handelen allemaal, zodat jij rustig kunt gaan nadenken. Want als je op elkaars lip zit, als je constant met elkaar bezig bent, ja, dat werkt gewoon niet om juiste beslissingen te nemen. Embrace the flow of life. Houd er ook rekening mee van dat sommige dingen moeten gewoon op en neer gaan in die connectie, zodat jij kunt leren. Maar ik ben geen voorstander van als er, ja, hoe zeg je dat? Als het gewoon hele ongezonde dynamieken, die echt wel, ja, een beetje karmische dynamieken krijg je dan. Waarbij je elkaar echt gaat pijn doen, echt gaat raken, opzettelijk pijn doet, opzettelijk raakt. Of dat iemand zo zijn frustraties op jou uit, of andersom jij op de ander. Dat is geen gezonde dynamiek. En ik ben van mening in een echte tweelingzielenconnectie gebeurt dat ook niet. En als het wel gebeurt, dan schrikt de persoon daar zo heel erg van dat ze bereid zijn om eraan te willen werken. Want in essentie zijn jullie liefde. Ja, is deze connectie heilig en zijn jullie liefde? Ze houdt er rekening mee van wanneer deze connectie ongezonde dynamieken gaat vertonen, omdat het een patroon is, ja, dan is er gewoon iets anders aan de hand. En dan moet de persoon in kwestie wel hulp gaan zoeken of beide hulp zoeken. Want anders, ook al is het je tweelingziel of niet hoor, dat is voor mij echt niet relevant op dat moment. Want het enige wat ik dan denk is, en wat ik ook al meegeef, en je moet natuurlijk zelf weten wat je doet, is van, niet omdat het je tweelingziel is, mag je zo behandeld worden als het dus heel heftig is wat nu gebeurt. Want dat gevoel heb ik bij een aantal van jullie door deze schorpioenkaart wat hier ligt. Oké? Okay? Ook al is je tweelingziel, je hoort met respect behandeld te worden en jij hoort de ander ook met respect te behandelen. Dat is het enige wat ik hier nog over wilde zeggen. Oké, dus weer opening the heart, deep connections, water blessings en brilliant beliefs. Oké?
Dus voor jou is het heel belangrijk om te kijken van dat je overtuigingen, de overtuigingen die je hebt, ondersteunend zijn aan jouw proces, aan je reis, aan wie je wilt zijn. Ja? Want daar krijg je energie van. Dus alles wat te maken heeft met je niet genoeg voelen, niet goed genoeg voelen op dit moment in de connectie, gaat jou niks brengen. Werk aan de overtuigingen die je hebt. Ook de overtuigingen die je hebt om wel of iemand niet toe te laten in je leven. Of de overtuigingen die je hebt dat je nooit meer van iets zou kunnen helen, bij wijze van spreken. Of misschien heb je te maken gehad met een false twin. Dat je denkt van, oh, ik ontmoet nooit meer iemand die zoveel van mij houdt. Of ik ontmoet nooit meer iemand met wie ik deze mooie connectie kan hebben en kan krijgen. In principe kan je alles manifesteren wat je wilt. Alright? Dus. Als je gelooft in je eigen creatiekracht, dan zul je zien dat je ook anders in het leven staat. En natuurlijk, het is voor ons allemaal uitdagend om dat constant te hebben. Hè? Het geloof in je eigen creatiekracht. Maar die is er wel. En het gaat over de overtuigingen die je hebt in wat er allemaal voor jou mogelijk is. En die overtuigingen bepalen eigenlijk wat je in je leven aantrekt, wat je krijgt en wat je niet krijgt. Oké, spiritual warrior laat zien dat je een wijze leider bent. Het betekent ook persoonlijk leiderschap. Dus voor jezelf kiezen op de momenten dat het moet, dat het van jou verwacht wordt en niet daarvoor weglopen of wegrennen. Pure intention, weet, find clarity en surrender your ego. Weet wat je wil en handel daarna vanuit de pure intentie. Alright? En enlightenment. En listen to your heart. Weer hard en weer look for the highest perspective. See the divine in everyone. Nogmaals, benader de ander vanuit liefde. En je zult ook liefde terug ontvangen. Krijg je die liefde niet terug? Bedenk dan voor jezelf van, is dit wat ik wil? Zo niet, luister naar je hart. Ja? Zo ja, als je hart zegt dat het wel is wat je wilt, dan mag je gaan kijken van, hoe kan ik mijn omstandigheden veranderen? Als je niet tevreden bent met je omstandigheden, als je wel tevreden bent met je omstandigheden, dan zul je zien dat je weer nieuwe ideeën krijgt op wat er al is, zodat je daar eigenlijk nog meer of nog beter van kunt worden of van kunt maken. Of nog iets mooier, een nog mooiere en betere situatie voor jezelf kunt creëren. Nou, soms heb ik even moeite om met mijn woorden te komen, merk ik vandaag. Goed, we gaan even kijken naar wat de volgende. Dit is de week energie reading voor de tweelingzielen aan de hand van dus de liefdesbrieven die ik normaal schrijf. Ik ga gelijk even kijken wat de volle maan. Even kijken wat de volle maan van vrijdag in Waterman ons gaat brengen. Oké, laten we even kijken voor tweelingzielen collectief. Iedereen die mijn liefdesbrief leest of iedereen die deze reading nu heeft gekeken. Nogmaals, als je dit interessant vindt, de liefdesbrieven staan elke week op mijn website voor het collectief. Vanaf dinsdag kan je hem lezen, daar staat hij er zeker op. En de mensen die lid zijn van mijn Tribe van Lieverts, die lezen hem al eerder. Vergeet niet deze video te liken en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Het is eenmalig dat ik deze reading dus hierop plaats. Normaal staat hij alleen op mijn website. Oké, voor de tweelingzielen. De Nine of Wands is de kern van de situatie. Oké, wat laten jullie achter? De Nine of Swords, meeste getal 99 ligt hier. Oké, welk inzicht is er verkregen? Dat was het torenmoment. Of een toren bedoel ik. Geen torenmoment, toren. Maar die kwam niet door. Oké, wat speelt er nog op onbewust niveau? En wat komt er op je af naar aanleiding van deze volle maan? Wat mogen jullie verwachten in de connectie? Iedereen die kijkt. En ik wil het best mogelijk scenario dat resoneert. Oké. Six of Coins en de Two of Coins. Die zag ik net ook. Goed, kijkend naar de connectie op dit moment. Weet niet waarom, maar ik voel dat ik opnieuw moet gaan schudden.
Maar dat ga ik nog niet doen. Ik ga zo meteen even kijken. Oké, kijkend naar de connectie op dit moment. Oké, kijkend naar de connectie op dit moment. Ik zet even hier neer, want dan kan iedereen zien. Oeh, ik heb het idee dat een heleboel van jullie of moe zijn, of in een situatie zitten dat je eigenlijk wil opgeven, of dat je niet verder komt omdat er iemand in de defense, in de verdediging zit, die stelt zich niet helemaal open. Kan jij zijn of je tweelingziel? Hoeft natuurlijk niet voor iedereen te gelden. In positieve zin zegt deze kaart, jullie hebben een lange weg afgelegd en finally you're here. Maar ik heb het idee dat het voor het grootste deel geldt van dat je eigenlijk wil opgeven, maar je doet het niet. Maar je hebt iets heel heftigs meegemaakt de afgelopen periode. Wat sluit jullie af? Een periode van heel veel stress, slapeloze nachten, vervelende woorden die zijn gezegd, onzekerheid. Dat is allemaal... Het ligt allemaal na deze volle maan in het verleden en het blijft ook in het verleden. De inzichten die jullie hebben gekregen is dat jullie steeds weer iets nieuws over elkaar hebben mogen leren. En deze kaart zegt ook vanuit oprechte interesse in elkaar om over elkaar te leren, om door deze connectie nog meer over deze connectie te leren, maar vooral over jezelf te leren. Dat je en vanuit liefde en vanuit echt oprechte interesse een hele andere connectie hebt dan wanneer je doet alsof je het allemaal al weet. Of er maar van uitgaat van alles wat in het verleden is gebeurd is ook bepalend voor de toekomst. Nou, niet helemaal. Soms, of soms heel vaak zelfs, bepaalt je verleden niet je toekomst als je daar niet voor kiest. Ja, en dat is wanneer je ego, we hebben ego nodig mensen, dus dat is heel belangrijk. Maar dat is wanneer je een gezonde relatie opbouwt met je ego en blijft geloven in de magie. En met magie bedoel ik van dat jij de creator bent van je leven en dat jij iets anders voor jezelf zou kunnen creëren. Als je in een situatie zit waarbij je denkt van oh, we komen hier niet meer uit, we blijven altijd zo, et cetera, dan zul je nooit in deze staat of vanuit deze staat met elkaar om kunnen gaan. Daarnaast zijn er voor een aantal van jullie kinderen een belangrijk factor. Wat, het kan zijn dat door het spiegelen van je kinderen op de connectie of je eigen kinderen. Er is in ieder geval een inzicht gekregen door de connectie wat te maken heeft kunnen hebben met kinderen. Dit is gewoon, dit is je echt vanuit plezier met elkaar omgaan. Vanuit, liefde, onschuld eigenlijk. De onschuld ligt hier. Dat is het inzicht wat jullie hebben gekregen. Hoe kun je elkaar blijven zien als de pure zielen die jullie zijn? Als jouw geliefde, als de persoon van wie je houdt, in plaats van de persoon te benaderen en naar de persoon te kijken met ogen van alles wat er is gebeurd wat niet fijn was in de connectie. Dat is denk ik de les, ja? Inzicht. Wat er nog op onbewust niveau speelt is, ik denk dat er twijfels zijn over de toekomst. Bij een aantal van jullie hoe verder te gaan in de toekomst. Als dat daar niet mee te maken heeft, dan kan het zijn dat een aantal van jullie nog steeds aan het wachten zijn op jullie tweelingzielen. En dat je daar eigenlijk ook wel een beetje moe van bent, van het wachten. Want er gebeurt verder helemaal niks en die persoon wil maar niet komen of wil maar geen contact opnemen. En voor een aantal anderen van jullie, ik lees deze verschillende scenario's, hè. Voor een aantal van anderen van jullie is het dat je aan het wachten bent op gedragsverandering van je tweelingziel of van jezelf. Maar de veranderingen, en vooral op het gebied van gedrag, ja, dat lukt maar steeds niet. Dus dat kan borrelen. Ja, dat kan borrelen. Bij jou. En het zijn voornamelijk de frustraties die je dan voelt opkomen borrelen. Wat je kan verwachten, er komt een einde aan een fase, aan een cyclus wat te maken heeft met dit gevoel wat je ervaart. En dat zorgt er dus voor dat je daardoor veel meer energie gaat krijgen en levenslust. En dat je er weer helemaal voor wil gaan in de connectie. Als dit niet op jou van toepassing is, dan betekent dat er een eind komt aan een bepaalde cyclus, aan een bepaalde situatie.
En dat jouw tweelingziel weer komt, maar hij of zij heeft dan weer niet de intentie om te blijven. Dit is een beetje de player energy. Dus die komt en gaat hè, wanneer hij of zij wilt. Als dat niet het geval is, dan is dit een ander scenario. Je tweelingziel is er weer. Hij of zij voelt weer helemaal vuur voor jou, heeft er ook weer zin in. En is bereid om aan de connectie te gaan werken. Wat ervoor zorgt dat er weer balans komt in de connectie. En als je getrouwd bent met je tweelingziel, dat er weer een hele mooie periode aanbreekt. Houd er rekening mee dat als dit een cyclus is tussen jullie, dus dan, hè, dan is er weer stress, dan wil de een opgeven, twijfelen over de toekomst en dan toch weer kijken van oké, hoe kunnen we met elkaar verder gaan? En dan is er weer die cyclus en dan is er weer superveel vuur aanwezig in de connectie. Hij of zij wilde weer aan werken en vervolgens zijn jullie weer gelukkig. Houd er maar rekening mee dat dit een cyclus is. Alleen de vraag is van hoe lang duurt deze cyclus? Als deze cyclus 1 of 2 weken duurt en daarna ben je weer hè, hier. Ja, dat is gewoon geen gezonde situatie. Dan moet er echt wel iets veranderen. Oké? En er ligt hier een hele mooie, in de energie ligt hier hele mooie liefde op tafel. Tussen twee personen. Alleen de een, nou ja, jullie beiden eigenlijk, willen jullie hart niet openen, heb ik het idee. Ja? De liefde is er wel. De liefde is er. Alleen jullie willen jullie hart niet openen voor elkaar. Omdat er twijfels zijn. Of het wel oprecht is. Of het wel echt is. Of de een geeft meer dan de ander. Dat is wat ik hier zie liggen voor de komende periode. Voor ons tweelingzielencollectief. Ik zal nog even kijken naar de sterrenbeelden. Volgens mij vinden jullie dat soms wel fijn om dat van mij te horen. Weer tweelingen ligt hier. Waterman ligt hier. Steenbok ligt hier. Ja. Verder ligt hier boogschutter. Ja, dat zijn de sterrenbeelden die ik hier zie liggen. Dus ik hoop dat jullie iets aan hebben gehad. En ik wens iedereen een hele mooie leeuwenpoort.